Een preek heeft ook iets van een dans. Een voorbeeld. Vorig jaar, 2021, overleed Bernard Haitink, de dirigent. En rond die tijd waren er weer die magische documentaires te zien over zijn leven en over zijn werk. En een documentaire die ik zag, daarin vertelt Haitink over zijn liefde voor de muziek, over zijn respect en liefde voor het orkest en het cruciale van het samenspel. Hij vertelt over zijn studeren en zijn ernst, dat je de partituur als het ware helemaal moet kennen. En dan vertelt hij, dan als dat allemaal functioneert, then the Holy Spirit may come, zei hij in dat Engels van hem, dat mooie Engels. Dan kan de geest komen en dan gebeurt er iets dat groter is dan wat wij allemaal proberen te maken. En Haitink zei ook dat hij op de bok, dat hij dan soms even een ander mens werd. Hij zei van zichzelf dat hij schuchter was. Very shy, zei hij. Maar dat hij als hij meegenomen werd door de muziek, dat hij dan even een ander mens werd. En je zag het voor je als hij erover praatte. Dat heeft wel iets weg van de preek, denk ik. Er is het samenspel met de gemeente. Er is het bestuderen van de partituur, van de tekst van de Bijbel. Er is de epiclese, het gebed om de Heilige Geest. En dan, then the Holy Spirit may come. Dan kan er iets gebeuren in een preek dat eigenlijk een soort wonder is. Dat groter is dan wij allemaal kunnen maken. Miskotte die noemde de preek afgekoelde extase. En daar bedoelde hij mee dat er in de voorbereiding van de preek eigenlijk zoiets als een dans gebeurd moet zijn. Dat moet je een beetje styleren. Je moet het niet te heet opdienen, want dan branden mensen hun lippen. Maar je kunt mensen iets laten voelen van wat gebeurd is in de ontmoeting met de tekst. En Miskotte gebruikt daar grote woorden voor. Hij zei, hij had het niet zo op de performance. Hij zei, laat de prediker daar stokstijf staan. Als de gemeente voelt dat de prediker geraakt is, of dat hij geschroeid is, zei hij zelf, of opgejaagd, dan worden mensen gefascineerd door wat er dan gebeurd is. En hij neemt ze mee naar die tekst. Ik denk, een prediker die is ook een soort heilige dwaas. En een preek is misschien wel een pitch van een idioot. Soms moet je in de kerk zitten en stiekem denken, zou hij of zij gedronken hebben? Een hoorder die vertelde mij een keer, in een goede preek, daar gebeurt een moment dat ik eigenlijk even alles over me heen laat komen. En dat ik me laat troosten door de woorden. En dat ik even helemaal doorzien ben, maar ook helemaal geliefd en gerechtvaardigd. Dat is eigenlijk het heilige der heiligen van de preek. Dat is denk ik wat de dans is. En dat kan heel goed in het verborgene gebeuren. In het verborgen leven van een enkeling. Misschien zien anderen het niet eens. Maar daar gebeurt soms even de dans. Als dat gebeurd is en je hebt zo'n preek geschreven en je gaat zaterdagavond slapen, heb ik altijd, dan denk ik altijd, wat er ook mogen gebeuren, morgenochtend moet dit verteld worden. En als je dan zondagsmorgens wakker wordt, denk je, gelukkig, ik ben er nog. Want ik ga dit nu vertellen wat er gebeurd is. En dan fiets je naar de kerk en ergens op de fiets ben je aan het bidden dat de Holy Spirit may come en dat de dans gebeurt.